En ik ga ervan uit dat men wil luisteren om een eventueel... Moet ik een geitendief ook hier komen beantwoorden? Zo, minister. Buiten de microfoon gaat u vaak dingen horen, alsjeblieft niet reageren. Leden, mag ik u tot de orde roepen? Ik ga ervan uit dat als ik een correcte afweging heb gemaakt, dat ik niet verwacht dat het niet gehonoreerd zal worden. Anders ben ik niet geschikt voor die job. Jij weet het al lang, maar een aan de president minister. Die daarop een beslissing moet nemen, jouw koe. Okay. Je bent erger dan een koe. Laat me zeggen dat we natuurlijk hebben waargenomen hoe de minister wordt uitgelokt. Bij zijn... Wil je even luisteren? Bij zijn... Het moment dat de minister werd aangesteld, heeft hij beloofd publiekelijk dat zijn korte lont wordt nat gemaakt. En tot op een bepaald moment, voorzitter, vanwege die uitlokking, kon ik die positie van die minister begrijpen. Maar als fractieleider aan deze zijde, voorzitter, kan ik niet toestaan dat de minister zegt, voorzitter, en mensen hier koe noemt. Dat kunnen we juist, niet. Dus dat vroeg ik. Ja, ik heb dat niet heeft de minister gehoord, gezegd. Niet duidelijk gehoord. En we gaan dat niet tolereren, voorzitter. En, voorzitter, ik ga u vragen om de minister op dit stuk te corrigeren. Als de minister heeft gezegd, jou koe, dan is dat onacceptabel. Hey, Lejogi. Lejogi, kunt u zich gedragen? Lejogi. Wat is dat nou? Lejogi. Minister, als u dat in de microfoon heeft gezegd, vraag ik u om dat terug te nemen. Ik heb niet in de microfoon iets dergelijks gezegd. Ik heb begrepen, kort daarvoor, dat alles wat buiten de microfoon zegt, u niet daarop moet letten. Dat is net aan mij gezegd. Maar u heeft het wel in de microfoon gezegd, maar niet zo duidelijk. Dus ik verstand u ook inderdaad niet goed. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Ja, minister, dus zoals ik al heb uitgelegd, zijn er wat woorden gevallen. Ik denk dat om met elkaar verder te kunnen omgaan en goed te kunnen leven, dat we dan even terug moeten op onze schreden. Minister. Ja, mevrouw de voorzitter. Het is geen kwestie van op mijn schreden terugkomen. Het punt is, ik ben in het parlement en er zijn parlementaire gebruiken en andere soort gebruiken. Als ik in het parlement zaken heb gezegd die niet passen, dan neem ik alles terug. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Dat wil zeggen, de kwestie van jouw koe is teruggenomen, andere dingen, alles wat niet past binnen de parlementaire democratie en het parlementaire werk, gaan we dan schrappen uit de handelingen.